Hallo, dit zijn de kaartjes voor de steenbok voor januari. Nee, voor januari komt al. Voor de decembermaand van 2018. Ik ga werken met de kaartjes, de messages van de fairies, dus de elfjes. En de crystal tarotkaartjes. Oké, eerst eens even kijken wat de kaartjes van de fairies te zeggen hebben voor jullie. Oh, mooi. Easy does it. Stop being so hard to control everything and all doors will open for you. Dus laat de controle los en dan gaat de flow vanzelf komen. Nou, mooi. Dus controle loslaten. En dat heeft ook weer met de chakra te maken. Dus misschien gaat het dan lijfelijk ook veel fijner. Dus probeer controle los te laten. En dan gaat het best wel naartoe dat je misschien ander werk gaat vinden. Dus komt heel makkelijk op je pad. Als je controle loslaat, komt alles naar je toe in feite. Maar your work focus is shifting in a positive, new and successful direction. Dus of je krijgt een promotie, of er gaat wat veranderen in je werk ten goede. Of je gaat een nieuwe baan vinden. Dat ligt er ook voor sommigen. Want het is een algemene legging. Hè? Dus voor alle steenbokken die kijken. Lieve steenbokken. Als je een nieuwe baan zou willen. Als je een nieuwe liefde zou willen. Als je... Nou, er ligt op vele fronten lichter. Ga maar affirmeren. Want ik zal even de Engelse omschrijving geven en dan even vertalen. Maar het betekent eigenlijk als je maar bezig blijft over dingen, dan komt het niet naar je toe. Je kan het beter affirmeren, het universum in, en dan niet meer in je gedachten laten. To lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. Ik zeg heel vaak van I'm lovable, I'm loved, I'm loving. Want liefde brengt alles. Op liefde komt ook die baan naar je toe. Dus als je met liefde voor jezelf zorgt en denkt, ha, het gaat allemaal lekker als ik controle loslaat. Er wordt een nieuwe baan, komt naar me toe. En dat is de juiste baan die bij me past. Dat is bijvoorbeeld een affirmatie. Hè? Dus er zijn diverse... Louise Hay heeft ook wel mooie boekjes erover geschreven. Oké. En er zit nog een extra kaartje bij. En dat is voor assertiviteit. Dus... Ja, je weet wat je wil en je moet tegen sommige mensen ook zeggen van ja, nee, nou neem ik wel even wat rust, want ik wil juist even affirmeren of ik wil wat anders doen wat bij me past. Ik wil kijken of ik een andere baan ga nemen en anderen zeggen misschien van nou, doe dat nou op dit moment nog niet. Je gaat je eigen pad lopen en dan ga je je ook vredig voelen hoor. Stand up for your beliefs and you only say yes if you really want to. Dus alleen als je echt wil, iets wil, dan zeg je ja. En als je voelt dat het niet goed voor je is, dan doe je dat niet. Gaan we even kijken wat de tarot nog wat kan verduidelijken. Oké, dit is het kaartje van 10 van Ten of Wands. En ik ga even de andere kaartjes ook omdraaien. Oké. Ten of Wands wil zeggen dat het eigenlijk zo is dat het een beetje moeilijk voelt. Het voelt een beetje zwaar. Je zit een beetje aan een situatie die niet meer voldoet. Dus misschien is die baan ook wel niet meer zo geweldig. Hè? Voelt dat toch een beetje zwaar. Ook het paard is er gewoon een beetje te veel belast. Je wil wel verder, maar het gaat gewoon nog niet. En hier ligt het kaartje van de dood. En de dood wil niet zeggen de dood. Maar dat wil zeggen, er komt een eind aan een situatie. En hier komt een punt te staan. En we gaan
er komt iets heel anders. Er komt echt een grote verandering. Wat mooi is, onder die carrière ligt ook de ster. En de ster is het heel positief kaartje. Van liefde, geluk en zaligheid zou ik haast zeggen. Maar lekker in je vel zitten en leuke dingen krijgen. En dat ligt dus recht onder die carrière. En, maar weet dus dat een tijd van... Dat best wel zwaar gevaar, daar ligt juist easy, that's it op. Als je die controle loslaat, het overgeeft aan het universum, aan de engelen, aan God of aan de bron, hè, doe wat goed voelt voor jezelf. Maar als je dat kan doen en die emoties loslaat, zeg maar, dan ga je je gewoon veel happier voelen. Dan gaat het ook in een flow, dan probeer je echt controle los te laten. Daar kan ik eventueel nog bij helpen. Er zijn ook mooie boekjes die je daarbij kunnen helpen. En ook met het affirmeren. En ja, het wordt gewoon tijd dat er nou een eind komt aan die situatie. Dat je, maar het is ook een team. Dus het is ook echt het eind. Er staat echt wat nieuws te gebeuren. Er komt een eind aan die situatie. Dus... ja, dat is twee kaartjes van een eind. En er wordt echt een punt gezet. En het wordt op een andere manier gedaan. En met controle loslaten misschien. Met affirmeren en voor jezelf opkomen. Dat is misschien ook een heel nieuw ding. Ga je je echt veel happier voelen. Nou, lieve steenbokken. Ja, wel een levensles. Je gaat misschien een heleboel loslaten. Misschien kan ik je erbij helpen in een heling. Je kan me altijd bereiken in de praktijk en op mijn website. Ik wil jullie ook nog even attenderen op de jaarreading. Dat is wel erg leuk voor het nieuwe jaar. Om te kijken wat het hele jaar ongeveer gaat brengen. En voor de andere mensen, maar voor iedereen natuurlijk... De allerbeste wensen voor het uiteinde, ook voor december. Genieten van de fijne dagen. En dan zie ik jullie graag weer volgend jaar. Dag.